zonder commentaar. Nou, ik denk dat we fluitconcerten gaan krijgen tot het eind van de wedstrijd, telkens Stojka aan de bal komt. Haruna. Jestrovic. Hij gaat knallen. Iedereen stond stil. Hoe snel het kan gaan. Hij was de prins van het park. Tot vorige zomer. En nu Judas. Ja, als je hier moet inkomen en je staat 1-2 voor, dan gaan ze ook fluiten. En misschien even hard fluiten als nu. Maar als speler dan kan je u optrekken aan het feit dat je inderdaad op voorsprong staat. Maar nu weet je dat je in een heel moeilijke situatie moet inkomen en dat de ploeg niet draait. En dat komt er dan nog eens bovenop. Dus het zal heel moeilijk zijn voor Stojka. Hij gaat dus achter de twee diepe spitsen spelen. Hier is hij. Ik moet het niet zeggen, denk ik. Voor de rest van de wedstrijd. Mendoza aan een goede knal. Recht op Daniel Zitkaap. Ja, men gaat enigszins herschikken bij Brugge. Dus Simons gaat achterin. Ik denk dat al een op zich voor de rest van de wedstrijd nog een interessante strijd wordt. Haruna Simons.